Hoi Marieke, Hey leuk dat je er Marke. bent. Goedemorgen. Vertel eens, hoe heb jij een start gemaakt als VA? Want je werkte al, je hebt een baan in loondienst en je wilde graag Klopt. VA worden. Ja. Vertel eens, Ja. hoe heb je dat aangepakt? Ja, ik werkte inderdaad als loondienst, als communicatieadviseur. En toen kwam er inderdaad iets voorbij over VA-schap. En ja, daar werd ik zo enthousiast van. Ik heb voorheen ook gewerkt als organisator van congressen en evenementen. En het regelen en dingen voor mensen doen heb ik altijd heel leuk gevonden. En wat ik gedaan heb is gewoon naast mijn baan ben ik begonnen met de opleiding bij de VA Business Academy. En van daaruit ben ik inderdaad gaan bouwen aan mijn bedrijf. Dus ik heb het inderdaad in eerste instantie naast mijn baan gedaan. En nu ben ik een paar maanden later ben ik zover dat ik langzaamaan minder ga werken bij mijn vaste baan. Ja, want dat is voor jou mogelijk, hè, om dat een Ja, beetje af dat te is heel bouwen. erg fijn dat dat kan. Ja. Ja, Ja. super. Hè, en jij doet heel veel organisatorische dingen, heb je veel gericht op communicatie. Ben je nu als VA ook andere dingen gaan doen die je nog nooit had gedaan? Ja, er is sowieso een heleboel nieuw in de dingen die ik doe. Maar ja, het zijn wel dingen waar ik al mee enigszins bekend was vanuit mijn baan ook. Maar ik doe nu ja, dingen inderdaad op websites, bouwen van online leeromgevingen, dat is voor mij wel nieuw. Maar ik heb al wel veel op websites gewerkt, ook bij mijn vaste baan. Dus ik ken het zeg maar al wel een beetje. Maar ja, het is sowieso als je begint als VA, is er zoveel nieuw. En er is, ondanks het feit dat je al heel veel weet en dat ik merk dat ik ook echt al wel heel wat kennis zeg maar meebreng, is er gewoon ook heel veel nieuw. En dat is een kwestie van gewoon induiken en ja, uitzoeken. En dan leer je heel snel veel bij. Ja, precies. En dat is ook Ja. wel leuk, een nieuwe uitdaging. Ja, dat is zeker leuk. Ik ben sowieso iemand die het altijd leuk vindt om nieuwe dingen bij te leren. En ik ben altijd wel een beetje op zoek. Dus ja, daarom is het VA-schap gewoon ook echt heel erg leuk. Want dat is gewoon hartstikke nodig ook in deze baan. Dus ja, in dit werk. Ja. Precies, leuk. Ja. En hoe vind jij jouw klanten? Nou ja, toen ik begon als VA, was er eigenlijk al wel meteen iemand die zei: oh, als jij VA gaat worden, dan wil ik wel met je in zee. Dat was iemand die ik al kende. Verder heb ik mijn tweede klant, is iemand die ik inderdaad via jou, via het netwerk, zeg maar, gereageerd heb op de aanvraag. En daar ben ik nu voor aan het werk. Ja, het meeste gaat eigenlijk tot nu toe via via. Dus als mensen horen dat je VA bent, dan zeggen ze op zelf van: oh, dan wil ik wel eens een keer met jou praten. Of ze zeggen: oh, dan weet ik wel iemand die jij misschien kan helpen. Dus ik merk gewoon om mij heen, ja, tot nu toe is het echt nog allemaal vanuit redelijk dichtbij gekomen. Ja, en er is gewoon, zodra je inderdaad zegt van vertel dat je VA bent en wat je dan allemaal doet, dan zijn mensen al heel snel enthousiast. En er zijn altijd wel mensen bij die zeggen van: oeh, dan moeten wij eens praten. Dus ja, er is gewoon heel veel vraag naar, merk ik. Ja. Ja, want dat is inderdaad ook een volgende vraag. Even, vind jij dat er genoeg werk is voor VA's? En daarmee heb je de vraag al beantwoord. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dus netwerk is ook heel erg belangrijk. Ja, zeker. Ja. En wat brengt het werken als VA jou? Ja, dat ik inderdaad mijn werk in kan delen zoals ik zelf wil. Ja, in het begin is het natuurlijk in die zin keihard werk om alles op te bouwen. Zeker voor mij naast de vaste baan. Maar ja, het is gewoon ontzettend leuk. Wat ik het leukste vind is vooral inderdaad om met mensen mee te denken. Ik merk gewoon dat ondernemers vaak heel vol ideeën zitten en dingen die ze graag willen doen, maar dat ze er niet helemaal toe komen omdat ze het of te druk hebben of ze zijn zelf, ze hebben de kennis niet om het technisch te regelen. Ik heb ook iemand die zegt: ja, ik heb wel dat systeem aangeschaft en ik heb er één keer een nieuwsbrief ingestuurd, maar verder weet ik eigenlijk niet wat er kan. En het is allemaal, zo moet ik allemaal uit gaan zoeken en het is zo technisch, het is echt niks voor mij.
Ja, en ik vind het juist heel leuk om een systeem te leren kennen en erin te duiken en zo iemand dan te kunnen helpen. En dan merk je ook al heel snel dat je, ja, dat ook kan, zeg maar. Dat je iets weet van een systeem en dat je mensen kunt adviseren daarin. Dus ja, echt het adviseren en meedenken met mensen, dat vind ik heel erg leuk om te doen. En het gevoel dat je samen ergens naartoe werkt met iemand. Dat je iemand kan helpen om zijn bedrijf beter te laten draaien en beter in de markt te zetten. Ja, dat is Ja. echt een sparringpartner. Ja. Ja. Hè, voor klanten, zoals ik dat noem, een echte E-player, een VA-player. Ja, Hè, zeker. dus niet alleen ontzorgen, maar ook dus meedenken, adviseren, richting geven. Ja. Ja. Nou ja, en inderdaad, wat ik net al eerder zei, het blijven leren en nieuwe dingen uitzoeken. En ja, dat vind ik gewoon ook heel erg leuk. En dat is gewoon heel belangrijk als je VA bent om bij te blijven. En ja, om je klanten goed te kunnen adviseren. Dus je ontwikkeling, hè, krijgt een extra Ja, boost ook. ja, ja. En En hoe ook is als het in je mens. leren? Dus Ja, het precies. is Hè, je wel ontwikkeling gaat een. zakelijk en privé. Ja, en dat gaat heel hard als je voor jezelf begint. Dan ja, loop je heel snel. Tegen dingen aan, hoor, in je persoonlijke ontwikkeling. Het gaat ontzettend hard. Ja. 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 Ja, en dat is gewoon heel erg leuk. Ja. Ja. Ja, zeker. En hoe is het combineren met de kinderen? En het werk. Ja, dat gaat op zich goed. Mijn kinderen zijn al ietsje ouder, 10 en 13, dus die kunnen voor een deel al zichzelf doen. Ja, goed, ik werk dus in principe grotendeels op de momenten dat zij er niet zijn, ze op school zijn. Ja, dat is op zich goed te doen. En ik, ja, werk. Ik ben nu natuurlijk nog in de fase dat ik heel hard aan het opbouwen ben aan mijn bedrijf, naast nog een vaste baan, dus dat is wel gewoon heel erg druk. Maar ik merk gewoon al dat, hè, omdat ik nu al wat minder ben gaan werken in mijn vaste baan, dat geeft ruimte. Ja, uiteindelijk gaat dat zich dan wel weer, komt daar weer een balans in, dat ik gewoon inderdaad mijn werk kan doen op gezette momenten en die andere momenten echt de tijd voor de kinderen heb. Ja. Ja, super. Ja. En heb jij nog een tip voor aankomende VA's? Ja, de belangrijkste tip is denk ik, en dat heb ik zelf ervaren, ik ben iemand die normaal alles heel erg uit zou zoeken en alles op een rijtje wil hebben voordat ik begin. En nu is het eigenlijk door omstandigheden, omdat iemand zo graag wilde, ben ik eerder gestart dan ik eigenlijk in mijn hoofd had. En ja, daar heeft gewoon heel erg goed uitgepakt. Dus het is gewoon niet te veel nadenken, gewoon beginnen en gewoon doen. En al die andere dingen, dat komt allemaal wel. Ik ben nu een paar maanden bezig en ik heb nog geen website, omdat ik daar gewoon tot nu toe de tijd nog niet voor gehad heb. En ik moet ook eerlijk zeggen, hè, omdat er tot nu toe die klanten ook nog, ja, hè, dat dat tot nu toe vanzelf min of meer gegaan is, of via contacten heb ik het nog niet nodig gehad. Dus ik heb dat ook losgelaten om daar prioriteit bij te leggen, omdat ik gewoon hetgeen wat ik nu voor klanten doe, wil ik gewoon goed doen. Ja, al die andere dingen, die komen wel, maar dat hoeft niet meteen in één keer goed te zijn. En meteen, ja, dat alles in één keer er staat. Ik merk gewoon dat gewoon beginnen, dat heel goed werkt. Ja, Ja, zeker precies. voor VA's, want ik denk dat bijna allemaal wel het heel goed graag goed willen doen, een beetje perfectionistisch. En dat kan je denk ik ook tegenhouden. En door gewoon te beginnen, ga je het ervaren. Ja. Dat is denk ik de beste Ja, start. super. Ja. Nou, Marieke, dank je wel voor je verhaal en voor je inspiratie. Ja, graag gedaan. En succes allemaal.